putsen. En dan zitten we meteen in het korfbalmoes, tweemaal aan de slag op 3 dagen tijd. Te beginnen op vrijdag met de komst van Borgerhout Groen-Wit, hier in het rood-wit, die meestal moeilijk wedstrijd beleven op putsen. We spelen 10 minuten, er is nog geen enkel verschil met de 4 tegen 4. Het is een bij momenten stevige pot korfbal waar beide teams gelijkgaand de korf vinden. En zo gaan we na 20 minuten naar een 9 tegen 9. Ook bij de rust kunnen we nog niet meteen zeggen wie deze pot korfbal naar zich toe trekt met een 11-10 tussenscore. Putsen gaat in de tweede periode het beste van start, al doet rood en wit er alles aan om op voorsprong te komen. En dat doen ze uiteindelijk na 36 minuten met de 14-15. Borgerhout Groen-Wit kan nu een kloofje slaan met de 17-20. We zijn halfweg de tweede periode. Deze kloof komt de thuisploeg niet meer te boven en zo pakt Borgerhout Groen-Wit een moeizame, maar verdiende zege op, in en tegen putsen. Met een eindscore van 18-23. Ik denk dat we moeilijk starten, dat we eigenlijk wel dat ze goed meescoren, maar dat we uiteindelijk wel verdedigend goed stand houden en dat we eigenlijk gewoon die match wel volwassen uitspelen. Ik denk dat we inderdaad een moeilijke start hebben, maar we blijven inderdaad wel meescoren en dat heeft toch ervoor gezorgd dat we toch nog die match binnenhalen eigenlijk. Goed, we hebben een degelijke eerste time gespeeld waar we vergeten onze momenten te pakken en de voorsprong een groter bord te zetten en aan de tweede time worden we een stuk over overpowered door de omstandigheden, door de ploeg. En we laten ons daar mee gaan. Ik heb vooral heel veel goede dingen gezien, een aantal momenten waar we lessen uit kunnen leren. Dus weer een goed groeimoment, elke keer een finale voor ons. Ja, een heel fysieke wedstrijd met veel randdingen eigenlijk. De tegenstander en de scheidsrechters speelt toch een belangrijke rol. Maar we hebben gewoon ons eigen ding blijven doen. We wisten op voorhand dat kon gebeuren. Dus we hebben gewoon kalm gebleven, niet daarin meegaan in dat spel. En proberen ons eigen ding te doen. En we hebben gevochten voor wat het waard waren. Een moeilijke wedstrijd. Dat is traditioneel bij Borgerhout op putsen. Dat is altijd een moeilijke wedstrijd tegen een goed team. Fysieke wedstrijd. Maar we slaan ons erdoor met een redelijke tweede helft. Ik kan niet zeggen dat we heel goed waren vandaag. Maar op zich denk ik niet dat Borgerhout hier al ooit met 4 doelpunten gewonnen heeft. Dat zou toch heel lang geleden zijn. Dus we zijn heel tevreden met het resultaat. Maar de manier waarop vond ik toch net iets te fysiek. Jammer genoeg.